Vandaag gaan we op pad en gaan we mensen vragen wat ze vinden dat Zwarte Piet afgeschaft is. Vinden ze het leuk of juist niet? Eerst mocht het gewoon blijven, zeg maar. Maar nu zie ik dat de bruinere mensen ook echt daadwerkelijk gekwetst worden. En nu zie ik ook zie ik de slechte dingen ervan ook in. Dus. Eerlijk gezegd maakt het mij niet zoveel uit. Echt niet? Maar vindt u het niet jammer dat we bijvoorbeeld nu geen zwarte pieten meer hebben, maar juist verschillende kleuren, roetveegpieten? Nou, het maakt mij niet zoveel uit. Ik vind het op zich wel prima als mensen zich daar aangesproken door voelen. Dan is het geen slecht idee om het dan aan te passen, denk ik. Iedereen heeft zijn eigen meningen natuurlijk over. Ik ook natuurlijk. En ik heb een donkere vrouw toevallig. En die valt terug op het slaventijdperk van vroeger. Zo denken er vele Surinaamse mensen over. En daar sta ik ook wel een beetje achter. Ik vind het ook goed dat het is afgeschaft. Precies wat hij eigenlijk zegt. Er is een bepaalde groep die zich niet prettig voelt bij het feest. En ik vind het belangrijk dat alle inwoners van Nederland zich prettig voelen bij zo'n kinderfeest. Want er zijn natuurlijk kinderen van verschillende rassen. En het moet niet zo zijn dat in dit geval donkere kinderen zich niet prettig voelen bij het feest. Ik vind het goed. En hoezo vindt u dat goed? Omdat het niet meer nodig is en niet van deze tijd is. Het is ook zo dat kinderen zien geen kleur. Dus als de Zwarte Piet gewoon wit is, dan zouden hetzelfde feest gewoon hetzelfde beleven, zeg maar.